Wat krijg je als je een Pokémon trainer en damn, dat zijn veel Eevees. Link. Maart. Er is Mar. In de huiskamer tegenkomt. Ja, het is eigenlijk weer een keertje tijd voor een event. Castlefest! Je hebt blauw haar. Ik zou even spiegeltje checken of het wel blauw is. Goedemiddag allemaal en welkom bij eindelijk weer een keer een vlogvideo. Dat was niet lang geleden. Best wel. Ja. Ja, best wel. Daar gaan we eens over nadenken. We gaan hier al even in het hoek staan, want we staan hier een beetje crowded. Kijk, Shiny Eevee. Jullie hebben hem net ook al gezien, Shiny Eevee. En gewoon een Eevee. Maar dit is een Shiny Eevee. Dat is gewoon een Eevee. En dit is blauw haar. Blauw haar. Wie was jij nou? Ik heb zo vaak gezegd, ik ben Mart. Blauw haar. Het is december. Nee, Mart. What a fire emblem. Dus jij zorgt voor warmte in deze kamer. Want ja. Het is wintereditie. Mag ik een foto van je maken? Je ziet er zo tof uit. Natuurlijk, kijk. Iemand die het waardeert. Het is dat blauwe haar, hè? Ja. You wanna see my sword? Hij houdt zijn smaakt ook echt. Het beste is, je staat niet eens op de foto. Nee, dat snap ik. In ieder geval, dit is dus... Dit is Castlefest Winter Edition. Normaal gesproken zou je dat hele gebied, en zelfs bij dat kasteel, daar zou je nog kunnen komen volgens mij. Ja, ja. Daar zijn we. Ja, jullie hebben Castlefest gezien. En zelfs een stuk daarachter nog. Ja. Jullie hebben Castlefest, ja, hebben jullie nog gezien. Dus bij de Castlefest vlog. Ja, maar dit is dus de wintereditie. Dat is dus beperkt, net zoals bij de Winter Efteling dat ook beperkt is. Don't ask me why. Maar wij gaan daar gewoon rondlopen, lol hebben, lachen. Mol hebben, hoi zeggen. Doei zeggen. Oh ja, en ook weer doei zeggen inderdaad. Ja, doei zeggen, ja. Maar nu nog niet. Nee. En jij hebt ook aanpassingen in je outfit. Ik heb een klein hamertje erbij. Klein, ja. Klein. Klein. Ja, er is nog iets kleiner geworden. Oh ja. Kijk, zo hoort het. Ja. Legend of Zelda HD, zie je dat? Hij gaat niet door het schild heen. Nee! Ik ben UHD! En nee, er komt hier geen HD-counter. Oh, en dat is toch foei! Dank. Heb jij er nog iets? Nou, ik heb ook een nieuwe upgrade. Kijk, kijk mijn scheden. En het mooiste is... Hier zie je een logo van mij. Net zo fabulous als jij bent. Asmahaar. Wij hebben op zijn minst, dik, wat was het, een kwartier? Tot we echt dachten van volgens mij is er iets mis met zijn kostuum. Toen kwam je naar beneden en nee, zo zat zijn haar goed. Ik denk zelfs langer. Langer zelfs. Ja. Oh, hij geeft het toe. Gegarandeerd zelfs langer. Ik denk dat je wel een half uur voor de spiegel hebt gestaan. Nee, 20 minuten hoor. Oh nee, 12 uur. Ja, 12 uur. Ja, bij jou is het 12 uur. Ja, altijd. Dus we gaan gewoon naar beneden en we zien wel wat we daar tegenkomen. Inderdaad. Dus, het zal vast wel gezellig worden. Oké, okay. Dus dit is altijd awkward als ik dan weg wil knippen. Ik er eentje een foto van jouw rugzak te maken, denk ik. Oeh, ja. Hij moet die rugzak ook even zitten. Oké. Okay. Nou, we pakken hem terug, hij komt nou in een video. Hij kan nu deze man. Ja. Het is altijd zo awkward om weg te knippen, zoals nu. Ja. Dat moment dat wij eigenlijk naar beneden proberen te lopen en ja, iemand moet zo nodig foto's maken. Nou, volgens mij zit hij gewoon in spiegelmodus hoor. Ja. We wisten het! Ik wist het! Moeten we nou een serieuze spiegelcounter erin gaan gooien misschien? Nee! We moeten nog wel een leuke hashtag verzinnen voor de video. Maar dat komt dadelijk wel. Nu nou nog niet in het begin van een video. Nee. Jij wou gelijk zeggen van, waarschijnlijk hashtag Mart is fabulous, maar dat gaat niet werken. Nee, dat hoor je mij niet zeggen. Nee. Dat hoor je jou niet zeggen? Nee. Hij zit gewoon in de lens naar de spiegel te kijken. Ja. Alles wat mij reflecteert. Wat ben ik blij dat deze niet genoeg glimt ervoor. Ja. Anders dan zou hij... Gelukkig deze ook niet heeft. Ook al is het shiny, hij glimt gelukkig niet. Zou wel een beetje creepy zijn.
Okay. We zijn nog even met de trappen bezig in ieder geval. Ja, we zullen nog een stap zetten. Kijk! Wauw. De dingen die we doen op een evenement. En ondertussen heb je al de helft van het evenement nou gehad met één stap. Oké, ik zou grappen maken over hoe klein dat het is. Ik bedoel, it's not the science, it's not the size that matters, it's hoe gezellig dat is. Yep, yep. Zeker. Yes. Zelfs met de kleinste evenementen heb ik nou ja, altijd hebben, naar de zin wij gehad. We hebben er eentje hebben we gehad en toen dachten we echt wel fijn. Ja, we hebben een evenement gehad waar we uiteindelijk één dag hebben besloten niet te gaan. Want dat stelde zo weinig voor. Oké, we hadden het best wel naar ons zin kunnen hebben een tweede dag. Maar we moesten er zelf plezier maken, niet dat er plezier was. Oh. En ja, liever dat het gewoon plezier is. Dan moet ik weer zo'n rare knip hebben. Rare. Ah, nee, dat is een creepy. This is the walking cam. Ik heb geen flauw idee. Ik ga gewoon kijken. Gewoon. Dat is wat ik vind. Oftewel, als je deze video zit te kijken in virtual reality, succes met je motion sickness. Ja. Huh? Ik kan wel vliegen. Ja, alleen als je dan op de grond komt, dan heb je één grote fallout. Nou, dan ben je geen vlieg meer, maar een vloog. Oh, ze hebben hier een keertje de bas uitgezet. Oh, mooi. Serieus, hier kwam een dreun vandaan, dat wil je niet weten. Dan kunnen we elkaar tenminste horen. Dit vind ik gezellig. Ja. Als dat aangaat, dan... Oh. Als hier nou inderdaad teksten op hadden gestaan, dan vond ik het een leuke signboom, maar... Ja, het is een kerstboom. Nee, het hoort een signboom te zijn. Nee, het is een boom. Nou, nu is het een zijboom. Ja, oh, inderdaad. Oh ja, een old-fashioned Oracle of Ages/Seasons moet je signs breken. Oh, wacht eventjes, iemand anders die reset je game dan, hè? Dat weet je, hè? Dus, Never mind. En je veter zit los. Ja. Het is maar een veter. Dat is wel vastmaken, want zes van je nog. Zou Peter er ook zijn? Die is er als het goed is, ja. Oh, dan is het weer hoi. Doei. Ben je het bijna nog zeker? Kijk nou, kijk hier. Wauw. We hebben er maar een paar ballen in gegooid om eventjes aan te doen dat de kerstboom is. Ja, maar je hebt wel twee blauw, hè? Dus, Ja, dus? Ja, zijn de meerderheid. Moet jij hem gewoon Vaporeon gaan noemen of zo? Nee. Augustus. Mars. Je hebt echt heel raar gezicht. Nee hoor. Nee hoor. Oh ja, ze hebben kraampjes. Oeh, kijk eens. Wat is dit? Even zo'n beetje merchandise filmen. Ik wil nog Pokémon's. Ja, we hebben Pokémon. Ze hebben Pokémon? Ze zijn zo groot. Waar? Hij heeft ze. Oh, kijk nou toch eens. Moet ik ze even uitpakken? Ja. Nou, eens even kijken. Nou, kijk allemaal. Nee, het is wel een beetje te zien, denk ik. Hoop ik. Editor, doe er iets leuks mee. Maar ik zie geen Eevee op het moment. Oh, wacht even, waar staat? Waar staat? Ja, Livion. Ik zie Livion. Ja, dit is Livion. Ja. Nou. Ja. Oh. En hier zien wij Rook. En... Hij zit weer als een nagel. De kamer die gaat heel even deze kant op, maar gelijk aan de hand. Ja. Gefluit. Ja. Mooi. Mooi gefluit. Ja. Ja. Zeker? Mooi gefluit. Ja. Waar gaan we nou naartoe? Nou, daar denk ik. En dan daar, zo langzaam. Over die? Daar naartoe. Ja, en dan? Ja, en dan hier. En dan moet je weer aan je haar zitten, ja? Ja. En dan? Ja, dan gaan we deze punt gaan we afmaken en dan gaan we verder. We moeten hem afmaken. Ja. Nee, nee, nee. Afmaken. Hond, help me. Stoutland. Die is altijd gevaarlijk in mijn Stoutland. Het blijft terugkomen, hè, Stoutland. Kom op, dat was Animecon. Dat is zo lang geleden. Ja. Ja, dat is zo twee... Dus, oh nee. 2016 is het nog steeds. We moeten trouwens
Ja, nee, dat is iets om een kampvuurtje inderdaad om te vertellen. 2016 was het jaar van, maar dat doen we om een kampvuurtje. Ja. Ja. Als we een kampvuurtje kunnen vinden, tenminste. Want hij brandt. Wow. Kom, we gaan kijken. Zo, hé, hey, hallo, ik stond helemaal ingezoomd, man. This is a jumpscare. You have been watched. Ik ga er ook een jumpscare geluid bij editen. You've just been jumpscared by my link. Ben, you should... Jij moet dat nummer eigenlijk leren te spelen, song of F.O. Dat kloonnummer. Ja, geen idee hoe die gaat eigenlijk. Ik ben Pokémon trainer, ik heb helemaal geen flauw idee. Ik heb een excuus. Ik kan hem in ieder geval niet show 1, 2, 3 uitvogelen. Hey, YouTube, daar is zelf een player, verdorie. Ja, mijn kijkers die klinken als stoot, ik weet ook niet waarom. Ja. Ah, een totfilter, ja. Nou, kunnen jullie ook niks aan doen, hoor. Nee. Kunnen jullie niks aan doen. Toadstemmen zijn awesome. Af en toe wel, ja. Ja. Af en toe. Niet vaak. Niet vaak. Dus af en toe mag je best wel een beetje stil zijn, hoor. Af en toe. Ah, af en toe. Tegen wie dan in het... Tegen wie heb je het dan? Ja. Tegen alle kijkers of... Niet jij. Nee. Ja, niet hij. Oh, nee. Zij al helemaal niet. Die dracht, die. Ik denk hij. Ja, jij, hè? Ja. Toad, weg jij. Ja. Niet meer praten. Voor je bent vervelend. Voor je aangesproken, laat het weten. Scherm uit en weg. You've been just being called out by Link en... wat was het ook? Oh ja, jullie. Mark! Ik ben een prinsje, weet je wel. Ben je prinsig? Prinses. Prins. S. Nee, prins. N. Ik ga naar het vuur lopen. Ja. Ik was klaar. Dus omdat het uit een slagje kwam dat heel diep in de zee leeft. Heel moeilijk te verkrijgen was. Weet niet waarom, maar dit is boeiend. Het is vuur. Precies. Dat is altijd leuk. Jongens, kom terug. Niet het venstertje wegklikken. Nee! Dus, we zitten nou heel erg rustig hier. Gezellig. Ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Kerstopest en ik zitten hier binnen. Leg uit. We waren op Kerstfest. Het was heel gezellig. We hebben lang bij een kampvuurtje gezeten. En het was heel gezellig. Dat zien jullie waarschijnlijk dadelijk weer, want ja. Er komt nog een dag. Maar ik had geen zin om te filmen, want ik had koud. Maar ja, vervolgens is het toch wel een moment dat je weer terug. Ja, inderdaad, want zijn haar is uitgevallen. Ja. Mijn haar. En mijn blauwe wenkbrauwen. Blauwe wenkbrauwen, kijk. Ja. En toen zijn we dus hier naartoe gekomen, toen hebben we wat nostalgische kritiekjes te kijken en kwamen we nu bij van het lachen. Toen kwam Erik aan van, hey kijk eens, ik heb een hele leuke video die we kunnen gaan kijken. En nou zitten we dit te kijken. Wat geweldige kwaliteit. Het is van Newgrounds, maar het is een video uit 2009 of iets. Denk ik. Nee, oud. En ik zie mijn reflectie daar, dat is creepy. Maar... dat zijn we dus nu op dit moment aan het doen. En... yeah. Het is wel grappig. Wat is jouw mening erover? Moet ik mijn mening zeggen? Nou ja, het is wel grappig, maar het is, in het begin is echt heel langdradig. Dat duurt echt zoveel tijd. Ja. Net zoals deze video. Oh, wacht. Ja, nee. Sorry. Ja, dus het is... Haha, called it. Dus jullie kunnen niet meer in de reacties zeggen dat deze video langdradig is. Want ik moet toch iets vullen met Kerstfest, winteredienst. Vertel verder. Ja, ik heb dat gezegd. Nou, ik ga gewoon mijn schermpje weer draaien. Ik denk precies hetzelfde over. Want het is 12 uur. Altijd. Altijd? Het is hier altijd 12 uur. Ja, is je gezegde, hè? Zeg je gezegde. Nou, waar het klokje tikt per Erik niet.
Hoezo tikt jouw klokje niet? Nee. Wow, dat is wel een extreem close-up, maar dat maakt niet uit. Nou, ik weet het niet zeker, want mijn klok die tikt... Boven andere kant op, even uitzoomen. Zo. Ik moet heel veel horen of hij nog steeds tikt, ondanks dat hij stil staat. Yo, kijk nou uit, want dadelijk begint hij in één keer te tikken. Dan is het voor de rest van altijd 1 minuut over, 12. Op de achtergrond horen jullie nog steeds Newgrounds, Legend of Zelda, ja. Iets. Er is iets te veel geluid, maar... Hey, don't blame me en don't blame de kijkers. Nee, ik denk dat hij nu ook helemaal gestopt is met tikken, maar... Daar eerst tikte hij zelfs, ondanks dat hij op 12... Oh, kijk, Ganondorf. Newgrounds versie van Ganondorf. Ja. Hij zit ook in een fles. Ah, nou moet ik iets gaan censureren, dankjewel! Ze zei de F-word, dan moet ik het censureren. Oh, ja. Ik sta bekend om... Doe de dance. Zoiets, keep it going, keep it going. Give them your entertainment. Ik moet me helpen. Ben je doen, ben je doen. Het is ook mijn statief niet meer, heb je jongens. Dat zou ik nog meedoen ook. Dat zijn de supermoves. Ja. Rustig aan. Ja, als je echt moet, dat kunnen de kijkers niet aan. Tuurlijk wel. Hey, zeg je net dat mijn kijkers dat niet aan kunnen? Mijn kijkers zijn awesome, die zijn super. Kunnen jullie het aan? Oh, goed zo. Ga door. Dat doet me denken aan Genie. Maar waar ga ik weg? Voordat hij die weg gaat. Ik weet niet, dat doet me denken aan Geest van Aladdin. Ja, nee. Ik weet niet wat het is. Hi. If you want that chest over there, you can think twice, buddy. En heb je dat stoppen? Is zijn net zo geweest? Ja. Zijn dance moves waren beter. Ik weet het jongens, ik ben gewoon heel erg lui. Ik ben gewoon naar de camera vast aan het houden. Kramp op mijn been. Damn. Blooper, that's a blooper, that's a blooper. Jongens, luister, hun zijn morgen van deze hele gezeik weer met evenementen en alles af. En ik moet dit allemaal weer gaan editen. Dus ja, ik ben op dit moment heel erg lui. Oh. Ja, je hebt je vinger in de lucht, zeg het eens. Evie, doe jij dan mee? Ik weet niet wat creepy je vindt, het feit dat jij Ivy vasthoudt op jouw gezicht. Zelfs hun vinden het grappig blijkbaar. Ivy, keer terug. Keer terug, Ivy. Ben je nou aan het aanstaren dat ze op een like drukken? Dat doen wij niet op mijn kanaal. Ivy, stop. Hi. Die performance werd mede mogelijk gemaakt door Leroy. Leroy G. De man die niet houdt van lava. Houdt van lava. Jongens, ik zie jullie weer bij Kaas en Pest. Ik ga nog een keer uitleggen. Serieus, we hebben weer iets nieuws. Nou, dus zeg maar, laten we zeg maar een filmpje zien of een grappig stukje. Nou, op dit moment zien we een man met de gitaar. Ja, ja, maar dat komt later wel. Maar... Oh, dat komt later wel. Dan zie je even een filmpje en in het punt dat het net spannend begint, zie je opeens To Be Continued. En dan denk je, ja, wat gebeurt het? Maar ja, niemand weet het. Ja, ja, dat is lastig om uit te leggen. Wat op jouw idee slaat nergens op. Dit is gewoon zo van, try enough to laugh challenge en dan net voordat hij wegklikt gewoon in te zetten. To peek at you. Ja, dat is het. Stel je voor dat ik deze video nou... Dit was grappig! Ja. Oeh. Ik heb de grap gedaan! Ja. Ik ben een beetje mooi en continue. Wacht op. Dan moet je... Morgen in Castlefest. Wacht op. Moet ik even kijken. Dus zo en dan opeens. Wow. Zoiets? Ja, zoiets. Auw. Hoezo deed het auw? Je bleef in de lucht hangen. Hoezo deed het... Ja. Niet spoileren wat er in de volgende aflevering gebeurt. Er komt geen volgende aflevering. Nee. Oh shit.
Dat is het punt. Had ik niet moeten zeggen, ja. Dat is het punt van to be continued. Ja. Ik zo van, haha. Oh, wacht, ik heb nog eentje. Oh, nee. Het staat nu al groot in beeld cancelled. Ja, ik kan een heel makkelijk freeze maken. Ja. Alleen ik heb geen zin om een nieuwe scène te starten, dus dit knip ik er gewoon uit en knip ik er weer in. Mooi. Dit is ons meligheid van zo rond 12 uur. Nogmaals, het is al 12 uur, maar het maakt niet uit. Ja. Volgens mij is het echt... Ik ga even op mijn telefoon kijken, jongens, even... Wauw, wat een live beeldactie. Kijk, dit is mijn achtergrond. Damn. Dit is mijn achtergrondcamera. Wat? Het is exact. Ik heb het 1 minuut over 12 trouwens. En ja, dit is mijn achtergrond. Ik kan er niks aan doen. Deal with it. Ik hoor ons al bij de comments. Jij hebt echt een... Stevie, zelfde play. Je hebt echt een probleem. Nee, hoe kom je daar nou weer bij? Maar het is inderdaad gewoon 1 minuut over 12. Hoezo heb ik een probleem? Nee. Ik heb geen probleem. Ik heb Eevees. Magikarp. En wat heb jij, Leroy? Blauwe wenkbrauw. Ja. Hij heeft lava. Nee. Baklava? Nee, geen baklava. Geen baklava? Nee, ik ga even lava. Oké, in ieder geval, we hebben meer lol op dit moment hier. Tenminste, zo ziet het eruit. Maar we hebben heel erg veel lol gehad op Elvia. En ik ga morgen proberen toch een beetje te filmen. Dus, dank je, het is Castlevania. Het is 12 uur, maar mag je van mij? Het is eigenlijk tijd om te slapen, maar ik ben nog helemaal niet moe. Nee, maar het is geen Elfie, het is Castlevania. Want Elfie heb ik jullie nog steeds niet laten zien. Dan ben ik wel van plan om jullie te laten zien in april. Maar deze scène die gaat nou veel te lang door. En ik wil jullie echt serieus Castlevania laten zien. Dus editor, kun je me nou gewoon wegknippen? En al maken we nog een scène hiervan, vergeet die scène gewoon. Waarom praat ik tegen mijn toekomstige ik? Doe je toch altijd? Castlevania. Tot daar weer. Iets in de retrent, als het niet te koud is. Misschien. Ja. Waarschijnlijk, denk ik. Of zoiets. Doei! Hij leunt op hout. Oh. En het is de volgende dag. Ik dacht dat ik eigenlijk had gezegd dat ik volgende scène in Kerstfest zou doen, maar... Iedereen is een beetje moe. Nee, maar... Goedemorgen. Fun! Ik had eigenlijk de grap in gedachten dat ik de editor echt gewoon zo neer zou zetten. Zo van, hé jongens, sorry, maar deze scène is nog niet Kerstfest, dus doei. Maar, we zijn te moe om die grap uit te voeren. Dus, Hallo editor, sorry dat we je niet meer gaan pesten, wat wel van plan inderdaad waren. Ja. Wait, what? We willen wel, we zijn gewoon. Ik kan niet geloven dat de editor maar gewoon in één keer heeft weggeknipt. Zomaar. 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 We hadden zoveel plezier met je editor. Toch? Toch? Nee, ja. Ja, ik vind het... Ja. Jammer, ja. Ja, ik ben teleurgesteld in je, hoor. Ja. Heel erg teleurgesteld. We zijn terug in Elfie. Ik zou mijn toekomstige ik nog heel eventjes redden, want... we zijn nou actief geworden en daardoor hebben ze zoiets van... nou gaan we lopen... Nee, tijd is om. Mag niet meer. Maar goed, we zijn weer terug. En ze hebben kampvuurtjes en het is rustig en we kunnen hier gaan zitten. We hebben ruimte. We hebben kennen. Ja. Ik zit wel weer lekker op de grond, hoor. Dan ga ik hier zitten. Vuurtjes wat maar heel een beetje klein, maar dat maakt niet uit. Oké, okay, Link gaat op de grond zitten. Ja. Oh, heerlijk. Nou, vertel je verhaal. Nou, er was dus een Link. Die had trek in een gepofte aardappel. En was er misschien iemand die ook trek had in? Nou. Nou. Ik heb er niks voor niks meegenomen. Dus, ik zou niet... En anderen die het, misschien een gepofte aardappel willen? Denk dat meer mensen zin hebben in marshmallows. Ja, zag ik al. Ja, ik kan het alleen opeten. Dus,
Dus de rode knop zorgt voor marshmallows. Ja. Ja, niet verder vertellen hoor, want... It's a red button. Ja. Ben helemaal blind, jongen. Heb je nog een stokje voor mij? Oh, ja, ja, stokjes. Stokkie! Stokjes. Deze mag wel, denk ik. Toch? Tuurlijk, ja. Oké, dus virtual reality, jongens. Ik ga ook eerst heel even een marshmallow, inderdaad. Nou, jongens. Dit is ook in de marshmallow. Ik denk dat ik er een beetje te ver. Ja. 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 Nee. Mijn marshmallow is better than yours. Nee, loser of me. Wil je het voor mij in de bruin is? Aardappeltje hierin. Ja, dat kan het misschien. Nee. Nou jongens, dus ja, dit doen wij bij Sofast. Flareon, kun jij eventjes een beetje wat meer vuur erop gooien? Want ze zijn mij niet zo aan het staren. Ja, misschien moet er gewoon even één blokje hout extra bovenop gegooid worden. Lijkt me inderdaad wel een goede pak. En nee, dit is niet het geluid wat die ocarina maakt. Dat is beter. Effect in het klootwiel. Maar goed, 2016, was het jaar van? Verandering. Hè? Verandering. Verandering, vertel. Ja. Detail. Ja, moet ik alles weer vertellen? Ja, tuurlijk, daar is dit, daar gaat het nou om. 2016 was het jaar van verandering, waarom? Ja, evenementen, nieuwe mensen, haal wat hier. Nieuwe mensen ontmoeten, al mensen weer laatst verloren. En ja, verhuisd. Verhuisd? Ja. Wow. Ik woon nog in Friesland, maar nu woon ik in Utrecht. Ah, dan kunnen we geen Friesland grappen meer maken. Oh ja, nou nog steeds. Maar, ja, nog steeds hoor. Maar gelukkig woont hij nu in ieder geval dichterbij dat we hem vaker kunnen zien. Ja, dat is zo. Toch? Ja. Toch? We zijn nu toch wel een beetje nodig. Ja, we hebben een klein beetje last af en toe van de rook van het kampvuur. Ja, en bedankt hoor. Ja, een kleine moeite hoor. Ja, we zitten hier gezellig met anderen. Zo, ik ben wel heel dichtbij nu. We zitten een beetje gezellig nu ergens, denk ik. We moeten even weer wat hout bijgegooid worden, denk ik ook. Ik want... denk het ook. Want deze die rookt alleen maar deze. Ja, het vuur zit ook niet echt op de een goede manier. Positioneert. Ja, Link, dit is jouw afdeling. Oeh, dit is een aardappel. Nou, ik kan best wel een klein poosje in het vuur liggen. Dat ding. En laat ik aan deze kant zitten, want hier ook Rick minder. Is het begonnen, deze tafel, deze pak maar alleen, ga ik wel veel te schuiven. Something about a galaxy far, far away. Maar ja, dit is links een afdeling, want ja, dat hebben we allemaal gezien in de trailer van Breath of the Wild. Ik snap niet steeds niet waarom dat hij met een hamer rondloopt, maar goed. Dit is trouwens een aardappel. Ja. Ik zal niet te dicht bij het vuur komen, want dan steekt de camera nog in de fik. De truc is precies eronder te schuiven, bij het vuur. Uit het vuur. Over. Oh, onze rode knop weet meer. Ja. Ja, je wil altijd een torentje maken zodat luchtstroom er goed onder kan komen. Dan krijg je de beste vuurtjes die heter branden, maar ze, door de goede doorstroming heb je minder rook. Je weet wat er hierbij geëdit is natuurlijk, hè? Dus... Ja! Maar goed, Erik. 2016 was het jaar van? Heel veel ocarina plezier. Ik heb heel veel ocarina's erbij. Nou, jullie allemaal hebben nu ook ocarina's. Ja. Heerlijk. Ik had hem mijne al, heel lang. Ja, jij had hem al. En nu heeft Leroy er ook een. Gregory heeft er ook een.
Nou, Erwin die zit erover na te denken om er ook eentje te nemen. En ja, ook heel veel andere vrienden die het erbij hebben gehad. Dus ja, dat is ook weer... Voor jou is 2016 het jaar van ocarina's. Onder andere. Maar ook voor mij steeds meer evenementen. Echt, de hoeveelheid evenementen waar ik dit jaar heen ben geweest is haast niet meer te tellen. 2016 was voor mij het jaar van voornamelijk inderdaad events. Ik ben nog nooit naar zoveel events gegaan. YouTube is ook enorm gegroeid. Ik heb volgens mij al in een video gezegd, maar ik zit bijna op de 5000. Ik ben 2016 ingegaan met 3000. Ik zit nu tegen die 5. Ja, ik zit nu bijna op 4600. Hoe kerst is een nummer? Geen idee. Hoog. Hoog. Heel hoog. Onvoorstelbaar. Heel veel events, vlogs zoals deze. Hartstikke gezellig. Maar het allerbelangrijkste en de grootste achievement, ik wil het even bijpakken. Oh ja, ja. Het verhaal gaat nu komen. Ik heb het gewoon bewaard. Ik heb het er een paar keer over gehad in mijn video's. Klopt. Maar 2016 is bij mij het jaar dat ik gestopt ben met roken in april. Bij een event genaamd Elvia. Dankzij niemand minder dan Evie. Ja. Deze Evie die heeft mij echt enorm geholpen met het stoppen met roken. En dan denk je bij je eigen van, ja, is dat niet een beetje raar of gek? Nou, het grappige is, jullie weten, ik ben inderdaad een grote fan van Evie's, al vanaf klein kind af aan. En met Elvia, Siebe, we hebben hem, misschien dat we hem nog even in de video dadelijk ergens zien, maar die pakte Evie vast en die richtte het hoofdje naar mij toe en die zegt van, wil je nou niet dat je trainer stopt met roken? Dus ik zeg daarop van, nou, oké, ik ga het proberen. Ik zie die plek, ik ga het gewoon doen. Ik zal niet meer roken, daar, noem maar op. Nou, echt maandag na dat evenement, ik durfde gewoon niet meer te roken dankzij die plek. Want ja, ik wil serieus. Dus dat is echt een van de grootste achievements. Nou, ik ben heel vaak bij Erik nou wezen logeren en op bezoek geweest. En we kennen elkaar al langer. Dus ja, ik ken elkaar langer, maar sinds de laatste tijd doen we zoveel samen. Heel vaak games samen. Tot nu toe alleen nog maar met Terraria dat we daadwerkelijk samen een let's play hebben gedaan met Erwin erbij. Maar zelfs met livestreams ben ik er constant bij en dergelijke. Ja, en het gaat waarschijnlijk niet meer. Helaas, daar kunnen we niet meer mee verder gaan, want dat is te lang geleden. Maar we hebben plannen voor nog misschien een hardcore serie of Minecraft-plannen. Ik zeg het nog even bij plannen, dus niet geen garantie. Maar we zijn wel van plan. Ja, geen comments van wanneer komt nou die hardcore? Er zijn plannen voor. Dat is het enige. Net zoals dat de plannen zijn voor een solo Minecraft serie. Maar die is gegarandeerd, die komt na Terraria. Dus dan weten jullie, na Terraria ga ik een modded survival weer doen. Kleine modded, maar wel een leuke survival. Tenminste, daar ga ik er wel van maken. Dus maar 2016, dat was de focus. 2016 is dus sowieso het jaar van events. Ik bedoel, TomoVer, TomoCon, TomoPlay, TomoParty, Elvia, CastleFest, MGC Experience, Nishicon, AnimeCon, Abu Nai, Plus Look. Ja, Abu Nai inderdaad, AnimeCon, CastleFest, Tsunacon. We hebben er meer gehad. Ja, we hebben ook heel veel vlogs. Ik weet niet meer hoe dat heette, maar dat in Amstelveen Japan Festival of zo. Oh ja, dat was ook leuk. Ja. Ja, dat was zeker leuk. Dus ja, sommigen die vragen zich wel eens af, waarom komen er minder video's? Ja, daarom. Ik sta bij zoveel evenementen. Maandag ook. Ik hoop dat ik deze video af kan krijgen voordat ik naar mijn werk moet. Hey, dus dan heb ik de editor gaan lopen pesten. Hè? Dus. Graag gedaan. Graag gedaan hoor. Dus ja, 2016 een geweldig jaar. En ik wens jullie natuurlijk ook het beste toe. Zoals jullie ook bij de intro hebben gezien, dit is de eerste feest intro van Kerst en Happy Holidays. En anders dat de camera weer overnemen. Ja. Ik wil naar jullie toe focussen. We kunnen jullie weer babbelen. Ah, heerlijk. Ja. Dit is random. Oh. Yeah. Nee, die rook van de weg. Die rook gaat gewoon echt alle kanten op. Ja, de wind weet niet wat hij wil. Heb jij hier gewoon een windweker bij je dan of zo? Heel veel kijken. Is het nu dus al 12 uur? Nou, mijn aardappel moet nog heel veel 12 uur op. Maar ik had het over de windweker. Oh, ja, maar ik dacht heel veel aan mijn aardappel. De aardappel. Gaan we hem nog een naam geven of?
Ja, bedenk jij een naam? Harry de aardappel. Hé, hey, die is wel een goeie. Harry de aardappel. Nee, Harry. Ik denk alweer Harry. Nee. Harry de aardappel. Ik moet zeggen trouwens, jouw outfit ziet er geweldig uit. Zeker met de witte schoenen erbij. Ja. Nee, met die schoenen. Die schoenen. Niemand heeft dat weer in de gaten. Met een mes. Ook mijn hoofd met die knop die drukken. Oh, dan moet je doorgaan. En die drukken. En om het af te maken. Nee, niet drukken. Nee, maar even dan op even Castlefest gefocust. Ja, het is wel leuk. Het is wel gezellig. Klein. En, ja, dan heb ik ook nog. Ik heb hier weer een souvenirtje. Ja. Die moet er zeker bij. Die moet er zeker bij. Zal ik weer vasthouden? Jij maar even over. Dan pak ik heel eventjes... Mijn broek staat in de fik. Hola, jee. Nergens geen last van. Oh. Don't try this at home. Nou, moet ik even wat schoenen van maken? Even zwarte schoenen hoor. Michael Schumacher. Hey, we hebben de Firestone. De andere kant, hartstikke mooi. We hebben een Waterstone. Tenminste, ik vind dit eigenlijk best wel een beetje als ze echt zouden zijn. Zou dit daadwerkelijk wel dat soort elementen vliegtuig? Stenen. Maar natuurlijk heb ik de mooiste voor het laatst bewaard. En dan denk je bij je eigen van ja, maar er moet een vlammetje op staan. Nee, dat vind ik een beetje te cartoony. Realiteit, hè? Gewoon even ja, reality. Zoals in de werkelijkheid eruit zou zien. Dit zou een Thunderstone zijn. Ja. Ook gewoon echt die shape. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Dat je dus zo inderdaad echt een Thunderstone hebt. Ja, en dan zie je hier inderdaad. Ja. Larion. Larion, kom maar heel even bij. Ja, ik moet er wel uitkijken, want anders heeft hij niet. Rust met jou, Flareon. Heb jij het ook naar je zin? Oh, dan moet die editor ook nog eens een keertje die tekstframepjes van Terraria erbij gaan gooien. Ja, natuurlijk. Nou, in dat geval, Evie, heb jij het ook naar je zin? Oh, dat is mooi. Dat is heel mooi. Nou was het geen zin in morgen. Nee, maar Castlefest, leuke souvenirtjes dus, dat zeker. Maar klein. Ja, we hadden het groter verwacht. Vooral omdat we dus wisten hoe het is om Castlefest in de zomer te hebben. Ja, het rook wil echt alle kanten op. De ene keer naar mij. En de andere keer... Oh, Link, als jij nog gaat staan, dan wordt Link weer los. Link, ga staan. Als ik nu ga staan, want hij zit op het randje van deze bank, ja, dan wordt hij weer gelanceerd. Ja. Gisteren was dat heel grappig. Ja. Dat gaan we nu niet terugzien. Natuurlijk wel, wat? Nee. Jammer. Hij steunde niet genoeg erop. Maar ja. Even de vuursteen even opladen. Zo werkt dat blijkbaar. Ja. Vuursteen opladen. En ik zit nu alweer in de rook. Ja, meeschuiven. Hé, hey, nu kan ik... Nee, ik zit niet genoeg op het randje om gelanceerd te worden. Ja, zoals je zei, het is klein, maar het is wel gezellig. Ja. Ik kan voor jullie erbij. Vooral als het donker wordt, dan vind ik het gezellig. Ja, de reden dat ik de donkere scènes niet doe is omdat er bijna dan niks te zien is, jongens. Dus, En ik denk dat mijn aardappel klaar is. Harry is klaar! Unboxing. Alleen hij zal nu nog gloeiend heet zijn. Come to town, come to save the Princess Zelda. I know the potatoes. Zelda kan wachten. Je zit een baas uit, kerel. Geweldig. Doen. Nee, dan ga ik gegarandeerd mijn mond branden. Deze aardappel is nu zo gloeiend heet. Heter, ja inderdaad, gloeiende kolen niveau. Ja, gaat hij het doen? Het huidje die valt nog wel mee, maar hij is van binnen echt gloeiend heet. Ja, ik laat hem eerst heel even nog afkoelen. En kijk, lekker heerlijk genieten van een verse aardappel. Maar goed, in ieder geval 2017, dan ben ik van plan om
de pokerrap klaar te maken, want daar hebben we zoveel lol mee gehad. Woe! Woe! Jij ook! Woe! Oh, oh, je komt in de wind! Oh, hoger dan hij ooit is gekomen! Hoger dan dit wordt het niet, hoor. Ik vond hem... Like voor die... Maar... Elfia 2017, daarin ga ik de pokerrap helemaal volledig opnemen. En dan gaat de editor daar maar aan beginnen. En volgens mij is het heet. Hij is heet. Red smoked hier. Jij dat dit? Ja, ik weet wel. Hier is een potato op het einde van een lange post. Ik ga verhuizen naar jou, Stefan. Ah, mooi. Oh, bijna. Ah. Ja, ga liggen. Op zijn minst. Heavy Flareon, vind je het niet erg als je aan de andere kant gaat zitten? Leuk. Zo. Die brandblussen daar, dat is voor de veiligheid. Ja. Altijd zorgen dat je veilig bezig bent met vuur. Ja, want vuur is geen speelgoed. Anders dan moet er een commandant komen. Blijf maar op vakantie. Ja, we hebben een vuurexpert hebben we bij ons. Ja. Flareon heeft ook het vuurtje voor ons aangestoken. Heel fijn. Ja. Dus Wacht, als we deze doek hebben. Ja, ik denk dat ik al eventjes een random knip hierin ga doen. Ja, nee, je moet op je knopje drukken. En hier zien wij ons Leroy. Met de aardappel. In de rook. Zelfs een rokende aardappel. Oh, dat moet op begin gezocht worden. Ja, blijf ermee doorgaan. Ja, blijf rook sturen. Volgens mij de legend of Leroy. Om met je mond wakker je de rook weer aan. Dus het smaakt wel lekker zo'n aardappel gebakken in lava. Val mij. Ah, we zitten nog steeds hierbij gezellig bij het kampvuurtje met marshmallows en... Nog één aardappel die nog even aan. Zorg voor de lange video. Hier heb een aardappel. Ben ik populair nu? Ik denk het. Gelukkig extra flippertijd. Jammer, hè? Doei. Kan nog steeds geregeld worden. Kan iemand hem een douw geven? Zo nee. Plat. Nee. No. Ik doe gewoon heel even de camera zo draaien, ik vind het goed. Waarom ook niet, werkt, ik denk het. Als Evie in beeld is, dan moet Flareon ook in beeld. Ja. Dus jij bent net al in beeld geweest met je aardappel. Wat zeg je? Waarom zie ik mezelf? Zelfs als hij geen prinses is. Als hij de rode knop draakt. In ieder geval, ik denk dat ik het hierbij bij de vlog ook ga afsluiten. Dit was Castlefest, wintereditie 2016. Live vanuit Castlefest. Nou ja, niet live voor jullie. Nee, maar voor ons is het nu wel live. Is live? Ja, live is live! Ta-da-da-da-da. Live! Oh, ja. Ba-da-da-ba-ba-ba. Live! La-la-la-la. Nee, het was toch... La-la-la-la-la. Ja, la. We hebben nog steeds een credit zitten te kijken bij... Dus, ja. De la. In ieder geval bedankt voor het kijken. Hashtag hebben we nog niet gedaan. Hashtag op naar 2017. Ja, dat is wel goeie. Wat wil jij anders? We kunnen een keuze maken. Hashtag vuur of zo. Hashtag aardappel. Nee. Hashtag Ari. Hashtag Ari. Want daardappel heet Ari. Ja. Dus hashtag Ari. Hashtag Ari of hashtag op naar 2017. Jullie mogen het... jullie mogen het zelf... Oh. Ja, kom maar van. Toch wel. Ja, gezellig. Het werkt gewoon als je de camera gewoon zo draait. Ja. Dan werkt het gewoon. En Evie goed in beeld. Ja.
Larion ook. Dus. Nou, in ieder geval, heb je een leukste momentje? Laat dat natuurlijk weten met de reacties als je daar de tijd voor hebt. Met hashtag Arie of hashtag op naar 2017. Ik ben nou al uitgelachen hier, hè? Nou al. Dus editen, nog succes met het editen. Of je zal nou al bijna klaar zijn met het editen. En je sluit daar gewoon in één keer de video af. Nee. Dat grapje daar hebben we ook gehad. Nee, daarom. Ik dank jullie voor het kijken. En een heel fijn kerst. En natuurlijk jaarwisseling gewenst. Ik zal het ook nog in de gewone video zeggen. En het volgende evenement waar we het weer te vinden zijn. Is Tomo Fair in Amsterdam op 7 januari. Zeg ik dat goed? Ja. Links staat op mijn kanaal. Staat sowieso op mijn kanaal. Links staat hier naast me trouwens. Links staat naast me. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei! Ik kan niet zwaaien, want ik heb mijn handen vol. Doei!